een tikkie onverschillig, maar dat zit me in het bloed. Neem het leven zo het valt, met een opgewekt gemoed. Niets kan mij meer irriteren, blijft mijn zenuwen de baas. Wilt u weten hoe dat komt? Luister dan naar mijn relaas. Heb vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant. En laat de klok maar luiden, de crisis maar vergaan. Want er is geen werkeloze die niet aan de slag wil gaan in een goede baan. Want het is uit den boze voor een gift in de rij te staan. Want dat we een vlijtig volk zijn, dat willen we weten. Tera-la-la-la-la-la, la-la-la-la. Zo, Hand. Daar zitten we weer. Ja, maar lekker, hè? Oh, mooi weer. Yeah. Op ons bankje. Prachtig. Lekker iets zulke, hè? Oh, jongens. Lekker, hè? Dit is wel van de warm vandaag. Heerlijk, hè? Heerlijk, ja. Wat tijd voor ons zomer er nu? Eigenlijk wel. Maar, natuurlijk eens, hè? Ja. Heerlijk zwaar ja. Nog. Ja, we werken vier, dan hebben we vakantie, jong. Ja, hè? Ja, ja. Ik ben er, wel aan toe. Zeg. Ja. Maar ga je zo vandaag toch wat te eten meebrengen? Heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Ja. Kijk eens. Oh jee. Ja, ja. Wat is dat dan? Ja, lekker. Hè? Alsjeblieft. Nou, dat is wel een verrassing, zeg. Nou. Alsjeblieft. Heel veel lezen niet, maar dat is wel een verrassing. Nou, wel u goed hart, hè? Wel u goed hart. U goed hart. Nou. Voor de velden. Ja, dat gaat al in. Gaat al in. Misschien met muusjes. Ja, ja. Ah, jong. Ja. Worden we papa? Nee. Hier worden we vatje. Nee. Nee, maar in Gennep hebben ze vier nieuwe kukens erbij. Ja, hé. Ooievaarskukens. Ooievaarskukens? Ja, ja. Maar dat klopt, ja. Ja. GZ 4. Ja, vier. En bij ons stadhuis waren dat toch vijf? Ja, dat klopt. Dat klopt, Hand. Maar kijk, de moeder natuur gaat daar zijn werk doen. Die moeder natuur is zo, als er ene niet deugt of is niet goed... Maar dat klopt, ja. Doe, geknikkerd. Dan smiet je de snap zo eruit. Ja. Dat is wel wat anders dan dat die kukens die eronder zitten. Ja, zeker. Ja. Dan hebben ze wel geluk. Ja, dan beliefst de looie vader die maar zit. Want die had met een snap sowieso al een paar zo eruit gesmeten. Toch? Ja, dat weet ik wel zeker. Maar ja. Loop maar een beetje rustig zien. Ja, precies. Zeg, Hein, maar daar ben je het onder. Er wordt nog veel meer eruit geknikkerd dan hem geknikkerd. Je bent al die rotonde bij de lok, toch? Bij de motor. Oh, bij Anita van de motor, toch? Ja, door. Oh, ja. Daar staat niks meer van in. Altijd de hele bushalte weg. Alles omgeknikkerd. Ja, ik weet. Waarom eigenlijk? Ja, ik weet dat wel. Dat komt, jong. Ja? Dat weet ik wel. Ja? Ja, dan kan er niemand meer gaan, Puut. Ja? Ja. Want daar staat zijn telling geweest. Oh zo, ja. Ja, het inwonersaantal loopt steeds meer terug. Oh ja. En ik kan niet meer vertrekken. Ik kan niet meer vertrekken. Ja, gek is dat niet, maar ja. Ja, zeg maar, ik ga je naar de pleister plaatsen. Hè? Ja. Dat doe je in Denk in de Milswijk. Daar hebben ze ook een pleisterplaats gekregen. Oh, ja. Dan zeggen ze, dat is de eerste pleisterplaats aan de N271 van Limburg. Ja. Alles in de mensen weer alweer van de gang. De tweede keer dat je De tweede keer. Hey, je weet wat dat gekost heeft? Geen idee. Een ton. Jongen. Ja, we worden wel van de gang halen. Ze zien de weg helemaal kwiet. Ja, de weg zien ze kwiet. Ja, helemaal. Ook, weet ook. Ik ga het mij ook. Hoezo? Ja, laatst met die kinderrommel met de brede braderie. Ja. Dat was ik op het Martineshof. Martineshof. Martineshof, daar ligt dan even de kerk. Oh, bij de Martineskerk? Ja, bij de Martineskerk. Ja. Daar ligt de Martineshof. Ja, en we schreef de krant. Ja. Martineshof tegenover de nieuwe Aldi. Ja. Hey, en nu snap ik ook waarom de jeugd niet meer bij de kerk komt. Die weet de kerk niet meer te vinden. Nee. Jongen. Maar je hebt overgezien al die bewegwijzeringen gaan. Ja. Dat zijn ook wel allemaal veranderd geworden. Die zijn allemaal weg. Ja. Deze afstetter. Martinuskerk tegenover Aldi. Hotel de Kroon tegenover Blokker. Ja. En Stadhuis bij Bakkerbad Rijder. Ja. Hoe verzinnen ze het allemaal? Wat een kwats, jong. Zeg, ja. Maar we hadden naar van de Melsbeek, dat is wel een mooie plaats. Zonder meer. Ja, dat is hier wel eens naartoe geweest. Ja, met Pinkster. Met Pinksterdag. Ja, dat was echt mooi. Ja. Wat vind ik. Ja, weet je nog. Ja, op een mooie Pinksterdag. Wauw. Op een dag in mei.
In ons schipje noord de Melsbeek toe vanwege de problemen door de superij. Gingen controleren op wat overlast. Er was totaal niks bij. De diepe kikkers vierden feest. En iedereen was blij. Ja, het mooi, hè? Ja. Dat was wel mooi met de jeep. Ja, was mooi. Ja. Mooi, even weg geweest. Ja. Was gezellig. Jawel. Ja. Ik vond het wel mooi dat we Johnny nu aan het Gennepert Tortelhuven bier kregen. Ja, maar... Ik kan je niet verwachten dat hij Gennepert bier zou zuipen. Dat had ik ook niet gedacht. Nee, dat was ik bang zelf. Want bakken genoeg bij ons, bakken bier. Hè. Ja. Maar ik had het ook niet gedacht. Nee. Maar het is wel gelukt. Ja. Maar wel, ja... Ja, nee, een kleine streek doen. Weet je wat geholpen had? Nee. Dat was een grote fest. Milsbeek's kluttebier meegenomen. Oh, ja, een flinke fles. Ja. Kluttebier. Jongen. Ja, en als die fles leeg gaat, dat denk ik dan. Ja, ik ben benieuwd. Als dat zo is tussen gekomen, of dat wel 10 keer achter elkaar Milsbeek's kluttebier kon zeggen. Ja, dat Milsbeek zou wel lukken, maar dat kluttebier denk ik niet. Ja. Als je met alles super de nek niet brekt, dan brekt de tong wel erover. Ja. Hé, maar we hebben daar in Milsbeek dat Gennepert Zweedse bier, dat Tortelbier wat getrokken. Ja. Dat was veel jaar Zweedse bier. Oh, en wanneer wordt het in Gennepert gepresenteerd? 28 juni, dan hebben we het zomaar Zweedse bier. Oh. Ja, in de wei. Toertel in de wei. Oh, dat is lekker. Ja, dat is lekker. Oh, en kunnen we elkaar verkrijgen? Nee. Dat is helemaal vol. Dat is helemaal uitverkocht. Oh. De wijze zit vol. Oh. Nee, kun je niks meer verkrijgen. Oh, nee, dan moet altijd vlot bij zien. Ja. Maar dat is thuis wel gezellig wat veel. Ja, mooi jongen. Ja. Dat komt dan weer goed. Maar we hebben binnenkort nog meer feest. Wat dan? Ja. We moeten een receptie. Receptie? Van wie? Van Peter de Koning. Ja. Hey. Peter de Koning. Jawel. Gaat die weg dan? Wie? Peter de Koning. Nee, geef me onze maas. Ja. Nee, dat gaat niet weg. Oh. Nee joh. Peter de Koning. Ja. Hé, hey, Petje Jansen. Dat is de koning geworden met geld. Ja, dat was onze burgemeester vroeger ook. Vroeger ook. Ja. Petje Jansen. Ja. Voor de Sint-Martine schilder. Dat denk ik. Peter de Koning. Hij liet wel een beetje op een burgemeester. Ja, dat wel. Tenminste, hij deed een buik als een burgemeester. Ja, dat wel. Dat is wij. Ja, dat is wij. Ja. Alleen, let de ketting een beetje. Dan. Dat ketting niet. Nee, maar dat let een beetje. Maar dat is ook mooi, joh. En komend weekend. Ja. Ottersum. Oh, ja. Mijn dorpje. Oh, wat verdikke, jongen. Ossenbroodfeest. Dat is al een mooi feest. Prachtweekend. Oh, ik ga altijd chapeau, jongen, voor die mascottes. Zonder meer. Ja, van alles te doen. Mooi voor elkaar. Van alles te doen. Kunst in de kerk. Ja. Een culinaire proeverij. Ja. Wat verdikke. En een Beierse modeshow. Oh, ja. Ja, dat moet je niet leren. Met Dierman. Ja, Dierman. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat denk ik wel. Als er wat Dierman zou oplopen. Zul ik wel wacht moeten lopen, of iets? Nee? Ik heb wel een verzoek ingediend. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat is altijd. Ik heb nog niks gehoord. Dan moet je nog een kijken. Ja. Ja. Nou ja, je zult wel wat dienst hebben, jong. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar ik ga het ook het een en ander doen geweest. Ja. In de gemeente gaan. Ja. We hebben een mooi ding, een mooi feest achter de rug. Ja, dat klopt. Ja. Volleybalfeest en de braderie. En de braderie, ja. Dat is mooi. Maar die geven niet zoveel overlast. Nee. En hij heist dan. Hij heist, dat was ook mooi. Hij heist, ja. Prachtfeest. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. De heese. Ja, die hadden soort als wie in spitsen, hè. Ja. Maar heese. Oh, zo is het hier. Is dat kunt dat toch vandaan? Volg nu wel. Heese. Ja. Ik dacht dat het wat anders was. Ja, nee. Zeg, maar hadden die geen overlast dan? Nee, hij niet. Nee. Maar je zegt overlast. Ja. Ik heb gehoord, de volleybalfeesten, daar schien toch wat overlast te zien geweest. Oh ja, van het geluid. Ja. Ja. Dat is onze baas zelf hoogstpersoonlijk bij aanwezig geweest, jongen. Is je zelf Pools hoort te nemen? Ja, als Pools hoort te nemen. De muziek was zachter. Oei, een beetje te hard. Hoi, hand. Dan konden ze zeker op het bolwerk het geluid niet bolwerken. Ik denk het. Jongen. Dat hadden we het ook kunnen doen. Handig. Wel, wat hij dat eigens doen. Ik noem dat broodroof. Ja. Daarom zetten we een beschutje. Dan zetten we hier met de kiek. Ja. Zo komt het werk nooit af. Ja. Nee. Zeg maar, en niet fan. Het fan? Daar komt ook feest. Ja? Ja, jong. Fancy boys, die hebben jubileum. Oh. Jawel. Het voetballen? Ja. Oh. We staan al sinds 1970, de Fancy boys. 70, ik moet denken. Dat bestond niet 45 jaar.
Ik kan ook tellen, 45 jaar. Ja, inderdaad, dat is goed geteld, jong. Ja, ja. Toch wel kopie. Dan zit wel die zon, hoor. Ja, niet veel geur, maar eruit wel. Jawel. Zeg, maar als ik aan het fan denk, hè, ja. Aan de graanskant, ja. Dan denk ik ook altijd van, ja, die meules. Ja. Wat zou niet ervan denken? Die zullen, hè? Ja, daar gaan hoeveel dat? Dat is wel, toch? Eén meule hebben ze? Ja, hebben ze niet zat, hè? Nee, want daar zijn wel meer neergezet, toch, hè? Ja, ja. Maar ja, nee, maar dat maakt niks uit. Want Jan Halen zei altijd, ja. Fan is Kruis Kleef. Oh ja, dus dan ben ik dat toch niks uit. Dan is Fan ook geen probleem meer. Nee, ja, nee. Is hij half Duits? Ja, ja, dan komt maar 200 meter hoog, die dingen. Als je in Uden aanrijdt, kunnen ze al zien staan. Ja, zie niet wie. Maar dan zal de Fancy Boys wel in de Bundesliga gaan spelen. Zonder meer. Die gaan de stroom aftappen. En die bij het fancy slepen, jong. Ja, weet wat ik gehoord heb? Nee. Het schijnt, ik heb het gehoord, dat die in die windmolens bovenin gewoon die stadionverlichting hangen. Ja. Ja, ja. Om hun eigen voetbalveld te belichten. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. En de stroom, dan kunnen ze illegaal onderaf tappen. Aha. Geslepen, jongens. Dan zullen er ook wel wat wietplantages komen, misschien. Het zou je kunnen. Stroom zat. Ik moet zeggen, die discussie van de windmolens, dat is, die was zo gevoerd. Ja, de hele raad is unaniem tegen. Ja, dat vind ik knap. Dat vind ik knap. Ja, ja. Dat mag de boeken in. Ja. Dus ik heb niemand uitgezonderd. Ja, niemand uitgezonderd. Zie dan meteen. Ja, ik vind het trouwens wel logisch. Ja. Wat dan? Krijgen ze minder wind tegen. Oh ja, meer tegen. Ja. Als die meulen staan, hebben ze nog meer tegenwind. Ja. En nou niet. Ja, maar dan van Prusse komt ook wel wat meer kooie wien vandaan. Ja. En dan zal hij de laatste kooie wien zien aan de vlog. Nee. Zeg, maar over wien gesproken. Ja. Een frisse wien, hè. Ja. Dan moet ik toch eens iets zeggen, hè. Vertel eens. Er komt een onderzoek voor 3000 euro over de luchtkwaliteit. Bij ons door in de gemeenteraadzaal. Dat is een leuke kwaliteit. Ja. Echt? Ja. En er wordt een hoop geld uitgegeven. Alweer? Ja, dat doen ze wat ook. Maar voor een nieuwe zetels, zitting, een rode plush. Ja, alles doen ze niks van werken, kunnen ze niet opzetten. Nee, de rode plush kunnen ze zetten. En dan wil zeggen, op mijn luchtvering. Mijn luchtvering. Op mijn eigen luchtvering. Eigen luchtvering, dat is altijd wel zien. Ja, luchtkwaliteit. Ja, wat er gebeurt af en toe, daar zit wel een luchtje aan. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Er zit wel meer luchtjes aan, hè, wat er allemaal gebeurt. Stinkt af en toe. Ja. Ja, die zaken stinkende zaakjes worden mee gesproken. Ja, je zit er af en toe de schiet van krijgen. Ja, dat denk ik. Ja. Zeg maar... We zitten nu. Giet gewoon van mijn tiet, maar om meer te eten, dan gewoon weer aan de gang. Ja. Nee. Zeg maar, Hand. Ja. Even een vraag. Dan hebben we wel op de college. Hè? Ja. Nou, en de rood hebben we En de rood, en de rood. Bent u eigenlijk ook nog iets positiefs te maken? Positiefs? Iets positiefs, ja. Op de gemeenteraad? Ja. En het college? Ja. Moeilijk leuk, of niet? Jawel. Ja? Oh, jawel. Gelukkig. Ik heb het. Ja. Jawel. Dat onlangs is de genapja uitgereikt. Oh, de genapja? De genapja. Oh, dat beeldje? Dat beeldje, joh. Ja. Haha. Oh. Heb je uitgereikt? Oh. Jawel. En aan wie is dat uitgereikt? Ja, dat hebben we al gereikt. Aan onze stadsdichter. Onze stadsdichter? Ja. Oh, dat klopt. Heb ik gelezen. Ja. Hey. Ja. Ja, op cultureel gebied is op iedereen wiet vooruit, hè? Ja. Want hey, Amsterdam had zijn stadsdichter. Oh ja. Joost van Vondel. Joost van Vondel. Ja. En wij hebben ook onze stadsdichter. Ja, wij hebben dat echt. Piet Tunnissen. Ja, dat is de klinkt veel mooier. Ja, dat blijft hangen. Ja, volgende jongen. Ja. De Gelfse stadsdichter. Ja. Piet Tunnissen. Ja. Dat is toch iets anders als Joost van Vondel. Ja, ik vind dat Piet. Dat rijmt ook helemaal niet. Nee. Maar dat schijnt heel goed kunnen rijmen, ja. Trouwens, op Tunnissen rijmt ook niks. Nee, eigenlijk niet. Nee. Met z'n volksbeen. Nee, kan er ook niet opkomen. Nee. Weet ook niet. Het Piet Tunnissen, heeft hij trouwens al een gedicht gemaakt over het toertelen? Dat denk ik van niet. Nee, mensen weten in feite niet wat toertelen is. Nee, weet jij dat trouwens dan? Jazeker.
Weet ik wat toertel is? Ik weet het niet. Nou, dan leggen we eens wat toertel is. Super. Ja, kijk, dat dacht ik wel weer. Ja, super. Ik denk gewoon dat dat super is. Ja. Ja. En dan van dealers, denk je aan dealers. Ja. En toertelen, denk je weer aan drank. Ja. Dat is helemaal niet waar, jongen. Nee. Toertelen, dat is gewoon kwatsen. Een beetje zitten om niks, zoals wij hier nu doen. Oh. Gewoon hier op dat bankje. Ja. Gewoon om niks, een beetje praat maken, een beetje kwats maken. Dat is nou toertelen. Oh, zo. Oh. Ja. Ja. Oh, is toch voor de kiezen. Maar, weet je wat? Ja. Ik kreeg dat denk ik toch niet op. Nee. Ik maak mijn eigen weg weer. Ja. We gaan weer op pad, jongen. We hebben genoeg getoeteld, denk ik. Ja, we hebben genoeg getoeteld. Dat is wel goed geweest, jongen. Ja. Zeg, en maar wat nog maar te doen? Nee, zeg. Dat hebben we opdracht gekregen. Al die aanhangers onderweg controleren die gaan. Er zijn allemaal aanhangers. Alle parkeerplaatsen staan vol, de aanhangertjes. Klopt. Ja, 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 ja. Ik ben blij. Campertjes hier en daar. Ik ben blij. Caravannetjes hier en daar. Ja, ik ben blij. Ja, dan had ik even wat op te schrijven. Want ik was bang, want er is niks meer te doen. Nee. Maar ik heb mijn stiemke baby. Ja, dat is stiemke baby. Ik heb stiemke. Dat is ook maar goed ook, joh. Ja. Want mijn pal hoort kreeg ik het niet. Nee? Nee, ja, dat werd het toch. Oh. De veldwacht alleen nooit zie potten doet. Oh nee. Wel zien de puntensliepen. Oh ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat is goed. Maar doet het maar mooi heen, jongen. Ja, dankjewel. Ik zou zeggen. Ja. Doet hen maar. Doet hen. En tot gauw, hè. Ja. Tot over de mond. Tot over vier weken. Dan zien we weer. Hoi, hoor. Hey, en dan? Ja. Heel vakantie. Ja, dan gaan we op pad, jong. Ja. Volgende maand komen we eindelijk terug voor onze vakantie. Ja. En dan gaan we eindelijk een keer genieten van onze welverdiende rust. Hè? Zo is dat. Goed zo. Dan hebben we genoeg gedaan in orde en gezag hier in de hele regio. Dat dacht ik. Nou, dat dacht ik ook. Goed. Hand, het gaat je goed, jongen. De vreugde in te leven zet de zorgen aan de kant. Want dat we een vletig volk zijn, dat willen we weten. Da-la-la-la-la-la, da-la-la-la-la.